Een spark, een spark, een spark, een spark. Wat is een spark? Een spark is een vonk, een kleine flits van licht. Niet echt als de zon, maar eerder als een bliksemschicht. Een spark is niet groot, het is het allerkleinste vuur. Al was een open haard een schilderij, dan was een spark een miniatuur. Maar hoe klein het ook is, spark is misschien toch een grootse gebeurtenis. Ik denk aan één vonk die een droog bos in vuur en vlam zet. Natuurlijk is dat niet alleen die ene vonk, maar hij was wel de aanzet. Langzaam maar zeker werd één vonk twee vonken, werden drie vonken vier vonken. De honderdste vonk werd een brandende boomstronk, doordat het hele bos in lichte laaien stond en iedere boom in het vuur verdronk. Maar kan onze eigen spark dit ook tot gevolg hebben? Kan één goede actie de hele samenleving oppeppen? Zo gemakkelijk is het niet, natuurlijk. Maar wat als jij die ene vonk bent, figuurlijk, en de aanzet vormt tot een tweede vonk? Is dat niet avontuurlijk? Want wat zou er gebeuren als iedereen zorgt voor zo'n kleine flits van licht? Totdat men zelfs met de ogen dicht in het zicht van het licht ligt, het licht wellicht dichterbij dan je denkt. Want een ieder met moed die iets goed doet, ontmoet met spoed de invloed van degene die goed doet. Maar is het spelen met vuur niet net als zonder gordel en de achtbaan? Dat is niet stoer, maar onachtzaam. Nee, dit keer is het anders. Je bent een rund als je zelf dit vuur niet gunt. Steek elkaar aan, dit bedoel ik dubbelop.